President Chandrika Prasad Santokhi heeft gisteren op het presidentieel paleis de nieuwe Raad van Commissarissen van de Centrale Bank van Suriname geïnstalleerd. Stanley Raghubarsing is de nieuwe regeringscommissaris. De overige leden zijn Ruben Ravenberg, Franklin Misikaba, Jan Touyoram en Arun Jadunat Misir. Touyoram is directeur van het ministerie van Financiën en Planning en Jadunat Misir is directeur van het ministerie van Economische Zaken. De raad moet ervoor zorgen dat er continu overleg is tussen de bank en de minister van Financiën en Planning. De bankwet voorziet ook in verschillende momenten waar de raad en de governor van de CBVS betrokken zijn. Zoals bij het bepalen van het beleggingsbeleid van de bank en het vaststellen van de orde en de wijze van uitoefening van de werkzaamheden van de governor.